Ik ga suikerwater maken. Suikerwater wordt veel gebruikt in cocktails, limonades, ook mijn watermeloenlimonade enzovoort, wordt daar veel mee gebruikt. Je kunt dat kopen in de winkel, maar dat is eigenlijk een beetje raar. Want het is in feite gewoon suiker en water in dezelfde verhouding. Hè? Dus 50 gram suiker en 50 gram water. Nu, ik maak dat en ik doe dat ineens in een bus en ik zet dat in de ijskast. Iedereen weet dat dat bij mij suikerwater, of je zet het erop, niet onbelangrijk. En ik doe dat nu met alternatieve suiker, zusto of erythritol, zoals je zelf wenst. Maar dan heb je natuurlijk het voordeel dat je nog een beetje gezondere suikerwater maakt. Hè? We gaan dat heel simpel doen. We gaan de weegschaal opzetten. En we gaan beginnen met het water. En we doen een 200 gram water erin. Wat heb ik aan? Voilà. We tuben op tara. En we gaan 200 gram suiker toe. Nu, ik gebruik erythritol. Voilà. We doen ons deksel toe en we gaan zorgen dat die suiker dus versmolten is. Ik heb wel warm water gebruikt, dan gaat dat ook al wat sneller. Hè. 5 minuutjes, 100 graden, is ook bacteriedodend dan in feite. Snelheid 1,5. Zo, de 5 minuutjes zijn voorbij. We hebben 100 graden. We gaan eventjes alles goed mengen, dat het water met het suiker mooi vermengd is. 3 seconden. Snelheid 5. Zo. En dan gaan we dat toevoegen in een kom. We laten dat afkoelen en we zetten dat in de ijskast. Hè. Zo kunnen we strakjes makkelijk... voor cocktails en limonades enzovoort werken. Nu, je kunt natuurlijk ook ineens een groter volume toevoegen. Dat kan allemaal. Ja? Zo, mijn suikerwater is goed afgekoeld. Hè, en we gaan nu echte limonade maken. Effectief. Nu, de kom is niet nodig om die uit te reinigen. Daar komt suikerwater vandaan. We gaan uiteraard beginnen met de watermeloen. Ik ga braafjes voor jullie afwegen. Normaal drop ik dat er allemaal in. Vandaar. Je zult zien, er zitten nog hier en daar pitjes in. Maar dat is juist het hele goede aan, die pitjes. Zijn massa's vitamine. En het toffe ervan is dat je die vitamine al volledig mee is, dat het eigenlijk de Thermomix 10.700 toeren heeft, dat die pitten volledig weg zijn. Ja. Ik ga een 600 gram watermeloen in grove stukken erin steken. Voilà. Ik ga de suikerwater toevoegen, hè, dus die 200 gram suikerwater, dus 200 gram suiker en 200 gram water dat we toegevoegd hebben. Die mag er volledig in. Ja. Het sap van 1 citroen. Het is een redelijk grote. Dus dat kleine citroentjes mag dat gerust 2 zijn. Hè. Zo. Zo. We gaan op tara duwen. En we gaan ijsblokken toevoegen. Ook een 200 gram, zoals het water. En we gaan dat allemaal mixen. 1 minuut op snelheid 10. We gaan dan het munt, ik doe bewust het munt later, omdat anders is dat volledig weg en het is wel leuk om zo van die kleine dingetjes erin te hebben. Ik ga het ondertussen eventjes proeven, ik kan het niet laten. Lekker, lekker fris.
Dus een handvol muntblaadjes. Ik heb dat natuurlijk al op voorhand goed afgespoeld, van boven met de kraan. Zo. Dat doe ik altijd als ik van de winkel kom. En tussendoor. Dan kan je dat rechtstreeks daarin doen. Dus een goede handvol daarin. En nu gaan we dat terug een beetje mixen. Dus 10 seconden snelheid 7. En dan kan je kiezen ofwel ga je dat in zo'n punchbal doen. Hè? Dan kunnen we nog eventueel wat stukjes bijden. Ofwel, als je zegt ik ben een picknick of je zegt ik ga het gewoon in de ijskast, dat mijn gezinnetje dat gewoon elke keer kan nemen, dat kan ook. Hè? Dus je kunt kiezen. Dus ik doe dat zo erin. Voilà. Dan kan je daar wat ijsblokjes bij steken. Lekker fris. Dus ook als je een picknick kan er zeker wat ijsblokjes bij doen. Hè. En dan kan je natuurlijk ook nog wat stukjes van die watermeloen erbij doen. Hè. Dus zo van die stukjes daarin toevoegen, dat is altijd leuk. Nu is daar geen alcohol in. Je kunt er eventueel zeggen, ik ga dit maken en ik zet daar de fles Bacardi naast. Dat kan ook uiteraard. Hè. Dus dit is mijn watermeloenlimonade met munt.